gentlemen, this is a story that you will tell your grandchildren, and mightily bored they'll be. The plan is called Operation Market Garden. Dit is de N69, vlak onder Valkenswaard. Een hele normale weg. Mensen gebruiken hem om bij hun werk te komen, om naar school te gaan bijvoorbeeld. Maar wat veel mensen misschien niet meer bewust beseffen, is dat het ook de weg was waar 70 jaar geleden de bevrijding op begon. Langs die kant kwamen de Engelse legers het land in. Langs die kant begon de bevrijding. Aan het begin van het jaar 1944 is de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang. Aan het Oostfront vechten miljoenen soldaten de grootste veldslagen uit die ooit gevochten zijn. Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, had eerder dat jaar een tweede front geëist van de westelijke geallieerden, Amerika en Engeland, om te helpen met het verslaan van Nazi-Duitsland. Hij kreeg zijn tweede front in juni 1944, toen de Amerikanen, Engelsen en Canadezen de stranden van Normandië in Frankrijk bestormden. De slag om Normandië eindigde in een grote overwinning voor de geallieerden. En in de loop van enkele maanden werden de Duitsers heel Frankrijk uitgejaagd. Het lijkt er heel even op alsof de oorlog al bijna afgelopen is. De geallieerden komen voor een keuze te staan. Duitsland rechtstreeks aanvallen en de enorm sterke Siegfriedlinie proberen te doorbreken, of proberen er omheen te gaan via België en Nederland. Uiteindelijk wordt er gekozen voor het laatste. De Duitsers verlaten haastig België, maar hergroeperen zich in Nederland. Hier werpen ze hun nieuwe verdediging op. Veldmaarschalk Bernard Montgomery komt met een plan om de Duitsers in één grote aanval uit Nederland te verdrijven. Het plan wordt Operatie Market Garden genoemd. De geallieerden hebben grote successen achter de rug in Frankrijk, waar ze een groot Duits leger hebben verslagen en vernietigd. Echter, hun eigen voorraadlinies lopen ver achter op de vooruitrijdende troepen en ze moeten stoppen in België om voor nieuwe voorraden van munitie en voedsel voor de soldaten te zorgen. Opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower heeft de moeilijke keuze gemaakt om de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery te steunen in zijn bijzondere plan om de Duitsers uit Nederland te verdrijven. De Britse veldmaarschalk heeft een geweldige reputatie. Eerder versloeg hij de Duitsers in Noord-Afrika en hij leidde het Engelse leger in Normandië. Engeland heeft geen betere generaal. Hoewel Eisenhower de opperbevelhebber is van de westelijke geallieerden, is het Montgomery die een groot deel van de glorie naar zich toe heeft getrokken door zijn bijzondere overwinningen. De Duitsers in Nederland hebben een even bijzondere generaal om hen te leiden tegen de aankomende geallieerde legers. Veldmaarschalk Walter Model wordt ook wel de brandweerman van Hitler genoemd, omdat hij steeds werd ingezet op plaatsen waar een doorbraak in het oostelijk front dreigde. Hitler heeft alle vertrouwen in deze generaal en heeft hem het bevel gegeven ten koste van alles stand te houden in Nederland. Model heeft zijn Führer nog nooit teleurgesteld en wil dat ook nu niet doen. Het grootste probleem voor de geallieerde opmars waren de Nederlandse rivieren. Om te kunnen passeren met grote legers moeten belangrijke bruggen heel snel ingenomen worden. Generaal Montgomery heeft een ingewikkeld plan opgesteld om Nederland te bevrijden van de Duitsers. Hij wil grote groepen soldaten, zogenaamde paratroepen, droppen uit vliegtuigen om alle belangrijke bruggen te bezetten. Bij Eindhoven, rondom Nijmegen en bij Arnhem. Dit deel van de operatie krijgt de codenaam Market. Als tweede onderdeel zal een Brits tankleger vanuit België Nederland intrekken en achtereenvolgens Valkenswaard, Eindhoven
Nijmegen en Arnhem bevrijden. Alle dorpen tussen de steden, zoals Sint-Oederode, Veghel, Uden en Grave, moeten zo snel mogelijk gepasseerd worden over de bruggen die de paratroepen veroverd hebben. Dit deel van de operatie heet Garden. Als de paratroepen hun werk zouden doen, zo zei Montgomery, zou Nederland binnen 48 uur bevrijd moeten zijn. Het plan was dapper, het was onverwacht en het zou overweldigend moeten zijn voor de Duitsers. De geallieerde leiders dachten dat ze de Tweede Wereldoorlog nu voor kerst definitief konden beëindigen. De Engelsen zouden het grondleger leveren voor operatie Market Garden. Alle Amerikaanse grondtroepen waren al aan het vechten aan de Duitse grens in Elzas-Lotharingen. De Engelsen waren uitgerust met Sherman tanks, Cromwell en Churchill tanks. Dit waren redelijk snelle tanks die in staat zouden moeten zijn om de afstand tussen het startpunt Lommel in België en Arnhem in 2 dagen af te leggen, ook met Duitse tegenstand. Het Engelse tankleger, genaamd 30ste Korps, zou geleid worden door generaal Brian Horrocks. Het bestond uit 50.000 man en had meer dan 22.000 voertuigen. Deze zouden over 1 enkele weg verplaatst moeten worden, helemaal naar Arnhem. Generaal Horrocks, gespeeld door Edward Fox in de film A Bridge Too Far, vat het beste samen. Our job is to punch a hole through the German front line here, and then drive like hell up this road, linking up with each airborne division on the way. De Sherman tank was de beste tank die de geallieerden beschikbaar hadden. Iedereen wist dat hij net wat minder goed was als de Duitse tanks, maar de Amerikanen hadden er zoveel van gebouwd dat ze ervan uitgingen dat de grotere aantallen de Duitsers zouden overweldigen. Floris Baats van de War Department kon mij meer vertellen over de rol van het 30ste Korps in Market Garden. Nou, de Britten krijgen de missie in feite om Arnhem te bereiken van Montgomery. Waarom zijn het juist de Britse tankeenheden, het 30ste Korps, die deze missie nou krijgen? Die waren daarvoor getraind. En naar wat ze ons verteld hebben, is dat omdat het Montgomery's plan is, wil hij daar zijn eigen mensen voor inzetten. Om de glorieuze intocht van 2 dagen, die het zou moeten zijn, het hele plan Market Garden, een glorieuze intocht binnen 2 dagen Arnhem te bereiken. Ja, daar wilde hij zijn eigen troepen voor hebben. De paratroepen die de bruggen in handen zouden moeten houden, waren grotendeels Amerikaans. De Amerikaanse 101st Airborne zouden de bruggen van Best, Son, Sint-Oederode en Veghel innemen. De Amerikaanse 82nd Airborne zou het gebied rond Nijmegen innemen, namelijk de bruggen bij Groesbeek, Overasselt en Grave. De belangrijkste taak was echter het innemen van de brug bij Arnhem, die zou toevallen aan de 1e luchtlandingsdivisie van het Engelse leger. Joey Post van de War Department kon mij meer vertellen over het marketgedeelte van de hele operatie. Waarom is het zo belangrijk dat de bruggen ingenomen werden voordat het grondleger arriveert? Je spreekt dan eigenlijk over een, wat heet ook een coup de main operatie. Waarbij voordat de massale grondtroepen arriveren, er een kleinere eenheid luchtlandingstroepen in het gebied landt om eigenlijk door het verrassingseffect die bruggen te kunnen nemen. Als je dat met alleen grondtroepen zou doen, dan kan de vijand zich daarop instellen, kan zijn verdediging daarop inrichten en wordt het veel lastiger om zo'n brug te overwinnen. De Duitsers hadden ook tanks in Nederland. Zij beschikten over de gevreesde Tiger en Panther tanks. Dit waren de beste tanks uit de oorlog en zo gevreesd door de Engelse soldaten dat er gesproken werd over Tiger koorts. Soms was het gerucht dat een Tiger in de buurt was al genoeg om soldaten volkomen in paniek te brengen. De geallieerden wisten niet precies hoeveel Tigers en Panthers er in Nederland waren. Daarnaast hadden de Duitsers veel anti-tankgeschut en hinderlaagtanks, zoals Hetzer-tanks in Nederland. Deze waren getest aan het oostfront en men wist dat ze zeer effectief konden zijn tegen alle geallieerde tanks. Het is niet helemaal bekend hoeveel Duitse troepen er in Nederland waren aan het begin van operatie Market Garden. Wat verwachten de Britten dat ze tegen zouden komen aan weerstand in Nederland? Heel weinig, heel weinig. De Britten die hadden eigenlijk verwacht, want volgens hun inlichtingendienst zouden de Duitsers alleen nog maar uit oude mannen en kinderen bestaan, de Duitse troepen. En daarmee zou het dus zo zijn dat ze eigenlijk een paar oude mannen en een paar kinderen op een fiets tegen zouden komen. Dat was het plaatje wat hun geschetst was.
Ja, dus het idee was dat ze binnen 2 dagen bij Arnhem zouden zijn. Een grote triomftocht als het ware zouden voeren. En ja, daarna... inderdaad. En dan zou Nederland en daarmee het Roergebied... of Nederland zou bevrijd zijn en daarmee zou de route naar het Roergebied, het Duitse industriële hart, zou open liggen. Ja, de realiteit was anders. Want wat hadden de Duitsers hier in Nederland? De Duitsers die hadden hier toch nog iets meer dan gepland dan dat de Britten dachten. Ik bedoel, er stond een hoop tankmateriaal wat, ondanks dat het verhaal was dat het niet inzetbaar zou zijn, toch best wel ontzettend inzetbaar was. En toen onder andere de airborne troepen in Arnhem landen, toen landden ze daar geheel onverwacht op de pad van 2 complete SS-panzerdivisies. September dachten veel mensen dat de oorlog al bijna voorbij was. Het was dolle dinsdag. Op hun radio dachten ze al te kunnen horen dat de Amerikanen vlakbij waren. Was echter niet zo. Veel Duitsers, NSB'ers, leden van de Nederlandse Nazi-partij, maakten al wel plannen om te vluchten. Iedereen dacht heel even dat de oorlog al verleden tijd was. De Duitsers herstelden echter wel heel snel de orde. Om 9:45 stegen de vliegtuigen op die de paratroepen naar Nederland zouden brengen. Zodra ze boven Nederland kwamen, werden ze onmiddellijk onder vuur genomen door Duits afweergeschut. Maar het merendeel van de Dakota transportvliegtuigen en de zweefvliegtuigen die achter hen aanhingen, kwam veilig aan. Het grootste deel van de paratroepen werd op de juiste plaats gedropt rondom Eindhoven, Nijmegen en Arnhem in een indrukwekkend schouwspel. De geallieerden vulden de lucht met hun legers. Dat de landingen zo goed zijn uitgevoerd is heel bijzonder. Slechts enkele maanden eerder op D-Day, in Normandië, gingen ongeveer alle luchtlandingen mis en landde bijna niemand waar hij moest zijn. De geallieerden hadden deze les dus goed geleerd. De 101e Airborne Divisie slaagde er snel om de bruggen bij Best, Veghel en Somme in te nemen. Een groep van de 82nd Division was in de buurt van Nijmegen geland en viel de belangrijke Waalbrug aan. Dit gebeurde echter pas aan het einde van dag 1. De Duitsers hadden de tijd gehad zich in te graven rondom de brug en de Amerikaanse aanval lukte niet. Dat zou nog grote gevolgen hebben. Rondom Arnhem landde de 1e Luchtlandingsdivisie. Het bataljon, ongeveer 500 soldaten, van kolonel John Frost, nam de enige brug over de rivier de Rijn bij Arnhem in die nog te gebruiken was. Die brug. Ze groeven zich in 2 gebouwen naast de Rijn, naast de brug, die nou niet meer bestaan intussen. Daar wachten ze op de tegenaanval. Aan het einde van dag 1 was het marketgedeelte, het luchtlandingsgedeelte, best aardig geslaagd. Het gardengedeelte, de grondaanval, had met meer problemen te maken. De Duitse Kampfgruppe Walter bood vanaf dat de Engelsen de grens overkwamen fel weerstand. Duitsers met anti-tankkanonnen leken overal te zitten. Het was de bedoeling dat het hele 30e korps voorbij Eindhoven zou zijn na dag 1. Ze waren tegen de avond niet verder gekomen dan Valkenswaard. In de avond moest het grondleger zelfs stoppen houden hier in Valkenswaard. Men vond het al te gevaarlijk om door te gaan. Het was op dat moment al duidelijk dat de paratroepen het langer zouden moeten volhouden dan de 48 uur die hun beloofd was. Aan het begin van dag 2 wordt Eindhoven veroverd door de 101e Luchtlandingsdivisie. Het Britse 30e korps kwam langs de Catharinakerk Eindhoven binnenrijden, maakt contact met de paratroepen en stootte door richting Somme. Ze lagen achter op schema. In Nijmegen probeerden de Amerikanen van de 82e divisie wanhopig de belangrijke brug bij Nijmegen in te nemen over de Waal. De Duitsers bleven echter alle aanvallen hardnekkig afslaan. Ook in de buurt van Nijmegen, onder andere bij Groesbeek, werd hard gevochten. In Arnhem kregen de Engelsen bij de brug te maken met felle Duitse tegenaanvallen. Ze sloegen aanval na aanval af. Versterkingen van de 1e divisie konden de brug niet bereiken. In de hele omgeving van Arnhem vonden gevechten plaats tussen de paratroepen en de Duitsers.
De hele bevolking van Arnhem zat in de schuilkelders. Ze verstopten zich terwijl boven hun hoofden de slag woedde in alle hevigheid. Na een aantal dagen van vechten besloten de Duitsers dat het niet veilig was. Ze evacueerden alle 95.000 inwoners van de stad Arnhem. Iedereen moest eruit. Op dag 3 begon het grondleger goede vorderingen te maken. Britse tanks waren door Veghel gereden, komen daar over de weg bij de brug van Graven. Daar werden ze begroet door leden van de 82e Luchtlandingsdivisie die de brug keurig op schema in had genomen. Ze waren nu vlak bij Nijmegen. De bevrijders hadden een dun spoor van bevrijding door Brabant getrokken. De route die ze af hadden gelegd werd de corridor genoemd, oftewel de doorgang. De brug in Nijmegen was echter nog steeds niet ingenomen. De Duitsers bleven zich hier hardnekkig verdedigen. De Engelsen, onder leiding van John Frost bij de brug van Arnhem, kregen het ook steeds zwaarder. Hun was beloofd dat binnen 48 uur het Engelse grondleger aan zou komen. Maar dat was Nijmegen nog niet eens voorbij. Ze hadden bijna geen voedsel of water meer. De Duitsers bleven constant hevige aanvallen uitvoeren. John Frost besefte dat hij het niet veel langer meer vol zou kunnen houden. Naast het bataljon van John Frost was niemand erin geslaagd om de brug bij Arnhem te bereiken. De rest van de divisie onder generaal Urquhart had besloten zich in te graven hier in het dorp Oosterbeek, precies naast Arnhem. Hier zouden ze de onvermijdelijke Duitse tegenaanval afwachten en proberen af te slaan. Op dag 4 besloten de Amerikanen om de Waalbrug te bestormen. Met behulp van kwetsbare bootjes staken zij de rivier over om de Duitsers aan de andere kant aan te vallen. Uiteindelijk zouden zij de andere kant van de brug in weten te nemen. De Duitsers trokken zich terug. Het Amerikaanse leger beschouwt dit tot de dag van vandaag als hun meest heldhaftige actie. En nu kon het 30ste korps dan eindelijk doorrijden naar Arnhem. Bij de brug van Arnhem was de situatie intussen onmogelijk geworden. De Engelse soldaten onder leiding van John Frost vochten nog steeds als helden om deze brug in handen te houden. Maar ze werden steeds verder teruggedrongen. Ook in de Oosterbeek werd de situatie steeds zwaarder. Van de 10.000 soldaten, gedropt van de 1e Luchtlandingsdivisie, waren er nog maar 3.000 in leven. Op deze dag konden de Engelsen de brug in Arnhem niet meer in handen houden. Wat er nog over was van het bataljon van John Frost moest zich overgeven aan de Duitsers. Ze hadden de brug 2 keer zo lang vastgehouden als eigenlijk de bedoeling was. Het 30ste korps van het Britse leger zou nooit in Arnhem aankomen. Later zou men de brug bij Arnhem een brug te ver gaan noemen. Duizenden Engelse para's zaten nog steeds vast in Oosterbeek en de Duitsers maakten zich op voor een laatste aanval om de 1e Luchtlandingsdivisie compleet te vernietigen. Het nieuwe doel van de operatie werd om deze mannen te redden. Poolse paratroepen probeerden Oosterbeek te bereiken om de Engelsen te helpen, maar dit mislukte. De leiders van het 30ste korps hadden een plan om de zogenaamde perimeter van Oosterbeek, waar Engelse para's nog steeds vochten tegen de Duitsers, te evacueren. Dat zijn ze gaan doen, s'nachts, door die perimeter, die hoefijzervormige verdedigingslinie, dat is het eigenlijk, van boven naar beneden af te pellen. Eenheid voor eenheid moest in het donker van de nacht terug naar de Rijn, om daar onder dekking van de eigen eenheden de Rijn over te kunnen steken. Intussen lag de hele corridor onder vuur. Bij Schijndel en Veghel probeerden de Duitsers de corridor te doorbreken. Het bleek een slecht idee om alle troepen door die smalle doorgang naar Arnhem te laten rijden. De corridor had al enkele dagen van de Engelse troepen de bijnaam Hell's Highway gekregen. Op veel plaatsen, voornamelijk hier in Veghel, maar ook in bijvoorbeeld Sint-Oederode, vocht de lokale bevolking mee met de bevrijders, met de parachutisten. De parachutisten waren daar bijzonder dankbaar voor. Na de oorlog zouden dan ook op heel veel plaatsen dit soort monumenten gedoneerd worden door bijvoorbeeld de 101st Airborne.
Vandaag de dag is over veel van de oude corridoren snelweg gebouwd, de A50, die Eindhoven met Nijmegen verbindt. Er is dus weinig dat nog herinnert aan de oude corridor op die paar plaatsnaambordjes na. Wat je wel kunt zien zijn heel veel viaductnamen die vernoemd zijn naar de oude Airborne. In de laatste dagen van operatie Market Garden was het enige doel de Engelsen uit Oosterbeek weg te halen. Men had geaccepteerd dat Arnhem nooit bereikt zou worden. Het 30ste korps beschouwde Nijmegen als de frontlinie met de Duitsers. De Duitsers vielen het gebied rondom Oosterbeek de perimeter meerdere keren aan. Vanuit Hotel Hartenstein, midden in Oosterbeek, leidde generaal Roy Urquhart de slag. Maar hij wist dat zijn soldaten snel gered moesten worden. Ze konden het niet lang meer volhouden. Nadat de geallieerden een dag hadden gevochten om gaten in de corridor te dichten en de Duitsers terug te dringen, braken de Duitsers opnieuw door bij Veghel. De corridor bleek onhoudbaar. Het probleem van de hele operatie bleek dat het onmogelijk was om 20.000 voertuigen over die hele smalle weg te laten gaan. De Duitsers maakten daar een sport van om steeds één voertuig uit te schakelen zodat hele kolonnes niet verder konden. Tot de dag van vandaag herinneren veel plaatsnaambordjes aan de corridor. Eindelijk werden de laatste voorbereidingen getroffen om de Engelse para's uit Oosterbeek te redden. Met bootjes zouden ze de rivier oversteken en naar de eigen frontlinies gebracht worden. De Poolse luchtlandingstroepen hadden met een redelijk aantal Oosterbeek bereikt en boden aan als laatste te vertrekken om de Engelsen te dekken. Ruim 2100 Engelse soldaten en hun bevelhebbend officier generaal Urquhart slaagden erin Oosterbeek te verlaten, onder zware beschietingen van de Duitsers. Later zouden nog eens 250 man ontsnappen. Ook de Polen ontsnapten met succes. Oosterbeek en heel Arnhem werd achtergelaten. De eerste luchtlandingsdivisie had een zware prijs betaald. Ruim 7000 soldaten waren gedood of gewond geraakt. Operatie Market Garden was voorbij. Het doel van Arnhem was niet gehaald. De doelen van operatie Market Garden worden dus niet gehaald. Generaal Montgomery heeft zijn Duitse tegenstander onderschat. De Duitsers waren veel beter voorbereid, veel beter georganiseerd dan hij gedacht had. Ondanks dat zijn troepen bij Arnhem en Nijmegen en Eindhoven als helden, als leeuwen gevochten hebben, konden zij de brug bij Arnhem uiteindelijk niet lang genoeg vasthouden. Het grondleger ging simpelweg niet snel genoeg richting het noorden. Het was onmogelijk. Das Ende der ersten britischen Luftlandedivision bei Arnhem. De Duitsers geven deze slag weer in hun propagandafilms en posters als een grote overwinning. En de boodschap was dat de oorlog nog niet verloren was, zolang het Duitse volk maar bleef geloven. Hoe wordt er 70 jaar later op teruggekeken door de lokale bevolking op deze hele operatie die in feite toch niet gelukt is? De meeste mensen in en om Arnhem die toch een hele hoop kwijt waren. De meesten waren alles kwijt, als je pech had, in Arnhem zelf, legeroofd, beschoten, ja, kies maar. Die waren toch dolblij dat ze bevrijd waren op een gegeven moment. En de meeste Engelsen die ik spreek, die zeggen ook dat zij volkomen niet begrijpen waarom ze met open armen worden ontvangen in een stad waar zij voor gezorgd hebben dat die volledig in puin kwam te liggen. Ja. Mensen waardeerden het toch dat jullie uit een vreemd land kwamen vechten tegen de bezetter. Werd dat gewaardeerd. Dat werd ontzettend gewaardeerd. Ja. De geallieerden zouden meteen na Market Garden nog proberen via Venray en Overloon de Duitsers terug te drijven. Maar ook dit liep niet zoals verwacht. De Duitsers vochten veel zwaarder terug dan verwacht. Uiteindelijk moesten de geallieerden nog een winter wachten voor de bevrijding verder zou gaan. Dit zou voor West- en Noord-Nederland de hongerwinter worden. De oorlog zou een half jaar langer duren dan eigenlijk gepland was. En deze vertraging gaf de Duitsers de tijd om hun intussen beruchte aanval op de Ardennen voor te bereiden. Hier zouden nog veel meer levens verloren gaan. De oorlog was nog niet voorbij.